I'm just a face. De gemeente Arnhem heeft meer dan 150.000 inwoners. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Vraag hun naar hun dromen, hun herinneringen, die soms mooi, soms verdrietig zijn. Ik ben op een bankje in Arnhem. Raymond Rutsch, ik heb jou gevraagd om met mij te komen praten. Een bankje, lekker hier. Ben je eindelijk in Muzes? Ja, leuk. Dankjewel. Voor het aanbod, daar ga ik graag op in. Ja, ja, want ik heb van jou iets gehoord, een heel klein beetje. Stichting Raadhuis, daar komen we later op terug. Dat hoorde ik. Ik denk, nou, die moet ik op als mijn gast hebben. Maar ik weet totaal niet hoe en wat, dus daar gaan we het zo over hebben. Ja. Ben jij, jij bent geen Nederlander helemaal? Nee, ik heb, ben wel in Nederland geboren. Ja? Maar ik heb een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Okay. Dus vandaar die mix, zeg maar. Ja. En waar ben je opgegroeid dan? Ik ben in het Gooi ben ik opgegroeid. Dus eerst regio Rotterdam en toen zijn we verhuisd naar, naar Hilversum en omstreken. En daar heb ik gewoond, zeg maar, tot mijn 20ste. En toen ben ik verder uitgevlogen eigenlijk. Ben ik ook een tijdje heb ik in het buitenland gewoond. In Costa Rica heb ik 7, 8 jaar gewoond. En Costa Rica, ja. Wat heeft je daar gebracht dan? Nou ja, we zijn een keer daar op vakantie gegaan en toen kwamen we terug en mijn vrouw die had gelijk heimwee. Dus die wilde gelijk daarna terug. Naar Costa Rica. Ja. En ik had mijn eigen bedrijf hier en ik vond het op zich wel prima zo. Maar ja goed, ja, je moet er toch met je partner toch wel mee, zeker als het zo heftig is zoals zij dat had. En toen hebben we plannen gemaakt om daar naartoe te gaan. En toen heb ik uiteindelijk inderdaad ook die switch gemaakt. En, dat is nogal een move wat je dan. Ja, dat klopt. Ik had mijn bedrijf hier verkocht uiteindelijk. En toen konden we inderdaad ook financieel gezien, zeg maar, die stap maken. En daar heb ik een jaar of 8 heb ik daar gewoond. Dat is wel echt de liefde. Ja, zeker. Ja, ja, dat wel. Ja. Ik heb ook wel eens tegen iemand gezegd dat ik voel me daar thuis, maar die nam me nooit aan mee terug. Oh. Dat is wel heel mooi. Ja, nou ja. Goed, uiteindelijk heeft dat ook weer een nadeel gehad, want het huwelijk is daar gestrand, zeg maar. Oh, dus je hebt zoiets moois voor de gedaan. Ja, klopt. En uiteindelijk zijn we dan weer toch, ben ik toch alleen weer teruggekomen. En dat, ja. Dan kom je weer in een andere fase natuurlijk. En dan zie je ook wel weer eens dat sommige dingen toch wel betrekkelijk kunnen zijn. En daar moet je ook mee leren omgaan. Maar dat lijkt me wel ontzettend zuur, zeg. Dan ga je voor je vrouw daar naartoe en dan wordt daar het huwelijk beëindigd. Klopt, ja. Hoe sta je daar dan in? Ja, dat is gewoon, blijft gewoon lastig. En het vormt je wel natuurlijk. Hè? Dus dat je gewoon toch wel heel behoudend wordt op bepaalde vlakken. Maar aan de andere kant geeft het ook weer toch wel mee draagvlak. Dus dan probeer je toch wel dingen te relativeren. Dus maar uiteindelijk heeft dat wel toegeleid dan wat ik dan nu doe. Hè. Toch al met het oog dingen doen in het belang van andere mensen. En, wat uiteindelijk is daar een bepaalde switch gekomen waarschijnlijk? In waardoor dan precies? Nou ja, kijk, ik had in Nederland had ik een financieel adviesbureau. Dus ik was dat snelle leven was ik wel gewend en zo. En geld verdienen en zo. En dan ben je toch, toch wel op je eigen business ben je gericht. En op geld verdienen. En toen ik naar Costa Rica ging, ja, dan kom je in de natuur. En dan ben je eerst een jaar ben je eerst aan het acclimatiseren. En vervolgens ga je dan ook over het leven, zin van het leven nadenken. En dan kom je tot de conclusies dat er wat anders, hè, dat er wat andere dingen zijn dan hard werken. En dat vormt je, sowieso. Maar aan de andere kant is het ook zo. Dus dat uiteindelijk als je dan iets, een teleurstelling meemaakt, zoals een echtscheiding. Dat je dan ook nadenkt over, andere dingen. Hè, zoals die jou dan op dit moment overkomen, maar die ook andere mensen kunnen overkomen. Waardoor je toch wel in een negatieve spiraal terecht kan komen. En dat heeft me wel doen nadenken over, hoe ga ik daar verder mee om? Hè? Wat voor zin kan ik daar voor mezelf aan geven in mijn werk, maar ook in mijn privé? Ja, dat is maar een heel dun lijntje. Hè? Dat is ook mede waarom ik dat bankje maak. Mensen zijn er zo snel
veroordelen, dat overkomt mij niet. Maar je moet maar net die pech hebben dat het muntje de verkeerde kant op valt. Klopt, ja, dat zeker. En dan kan je heel erg veel problemen krijgen. Ja, nou, dat is zonder meer. En wat ben je dan gaan doen? Toen had je een keer voor jezelf zo dat gevoel? Ja, nou ja, goed, ik was daar naartoe gegaan. Ik heb achtergrond een beetje in de architectuur. Dus ik ben in de projectontwikkeling gegaan daar. Hebben we afgerond. Vervolgens heb ik iets heel anders gedaan. Ook in het belang van mijn vrouw dan. Die wilde graag een restaurant hebben. En we zijn een restaurant begonnen. Maar zonder voorkennis. We hielden van kokerellen en zo, maar daar hield het ook mee op. Dus uiteindelijk heb ik gezien dus dat niet mijn ding is. We hebben best wel veel geld aan verloren. Dus toen ben ik, hebben we een switch gemaakt om toch weer terug naar Nederland te kijken, naar de roots. Om te zien of dat we daar gewoon meer op maatschappelijk gebied iets zou kunnen doen. En vandaar dat ik dan nu ook weer terug ben. Ja, iets wat versneld natuurlijk. Ook omdat vanwege die scheiding dat ik dat gewoon snel wilde afwikkelen. Maar dat is nu achter de rug. Dat is inmiddels alweer 4 jaar geleden. Dus life goes on, hè? Ja, gaat verder. My hands were steady. My eyes were clear and bright. My walk had purpose. My steps were quick and light. And I held firm to what I felt was right. Like a rock. Maar wat ben je toen gaan doen hier in Nederland? Nou, toen ben ik andere projectontwikkelaars gaan helpen met een stukje financiering in de vorm van subsidies. Ja. He, want de banken zaten over het algemeen op slot. Hè. Niemand kon meer een financiering krijgen. Dus daar heb ik wat kunnen doen. En vervolgens ben ik ook voor een zorginstelling ben ik wat gaan doen. En in die zin ben ik ook in de zorg terechtgekomen. En heb ik ook gezien dus dat een beetje achter de schermen hebben kunnen kijken van hoe dat het nou met name op financieel gebied georganiseerd is in de zorg. En dat heeft mij weer wat nieuwe ideeën gebracht. Hè. Dus dat het toch goedkoper kan. Hè. Het moet ook goedkoper, maar dat er ook door wat slimme organisatorische trucjes dat je dan toch wel meer kan bereiken dan wat er nu is. En dat zijn we gestart zo'n 3 jaar geleden via Stichting Ratenhuis. Maar wat doen jullie dan precies? Ja, mijn roots ligt natuurlijk op het financiële vlak. Dus ik probeer gewoon financiële orde op zaken te stellen in eerste instantie. Mensen die het zelf niet meer kunnen. Precies. Ja. Dus mensen dus die door wat voor omstandigheden toch, maar ook een beetje in een financiële wanorde zijn terechtgekomen. Dat kan zijn dus dat ze gewoon een handicap hebben. Dat kan zijn dus dat ze ook bijvoorbeeld met een scheiding geconfronteerd zijn. En waardoor een partner misschien dingen heeft gedaan waar zij nu later achter zijn gekomen. Maar het kan ook andere achtergrond hebben. Mensen die bijvoorbeeld een verslaving hebben gehad. Ja. Voor ons is het wel belangrijk dat mensen gewoon voor zichzelf wel die switch, die knop hebben moeten vinden. Om dan zelf verandering aan te brengen. Want dat kunnen we niet voor mensen doen. Kijk, en als ze dan het voor zichzelf gewoon die kracht hebben gevonden om er wat aan te doen. Dan willen we graag mensen daarin ondersteunen. Maar dan in de brede zin des woords, jullie doen dan echt, iedereen weet, we leven echt in een tijd waar mensen met huisuitzetting is van de dag onderhand. Klopt, ja. Komen dat soort mensen ook bij jullie? Ja, klopt. Ja, we worden best wel veel gebeld door andere zorginstellingen. Die bijvoorbeeld geen opvang voor mensen hebben, omdat het gewoon vol zit. Nou, dan bemiddelen we daarin. Maar we hebben ook zelf locaties. We hebben zelf ook een aantal woonhuizen die we dan ter beschikking stellen. Zodat mensen gewoon tijdelijk gewoon even tot rust kunnen komen. Een kamertje hebben. Of dat ze dan ook weer als gezin zijnde verder doorgeplaatst kunnen worden naar een eensgezinswoning bijvoorbeeld. En is het voor iedereen? Dus als mensen in dit principe, nou zien, die denken van ik heb eigenlijk heel veel hulp nodig en ik weet niet waar ik naartoe moet. Is het voor iedereen wat jullie doen? Ja, ik zeg altijd, kijk eens even naar de voorliggende voorziening. Zoals de gemeente dat altijd mooi noemt. Hè. Er zijn een aantal hulpinstanties. Maar als mensen in een bepaalde situatie zijn terechtgekomen, dan worden ze vaak toch daarbij afgewezen. En die mensen hebben toch ook een kans nodig, vind ik. En gelukkig met mij ook nog een aantal andere mensen. Dus waarin we met elkaar gewoon die mensen die ondersteuning kunnen geven die ze nodig hebben.
Want bijvoorbeeld als iemand, om een voorbeeld te noemen, er is iemand die heeft bijvoorbeeld 2 keer zijn UWV-werkbrief niet ingeleverd. En die wordt ineens geconfronteerd met een fraudeleus handelen en zo. Die mensen weten helemaal niet wat hen overkomt. En die op een gegeven moment, omdat ze dan dat fraudelabeltje op hun naam krijgen, en kunnen ze geen betalingsregeling treffen. En worden ze ook niet door de instanties geholpen die de gemeente aanwijst. En dan komen ze, als het lang doorgaat, komen ze uiteindelijk op straat te staan. Nou, die mensen die melden zich dan bij ons. Als het, en wij kunnen dan ook op juridisch gebied mensen ondersteunen. Dus, mooi, ja. Mooi. En heb jij in je eigen leven dingen gedaan waar je spijt van hebt? Zou je dingen willen terugdraaien? Ja, nou ja, ja. Ja, dus dat is een beetje lastige. Kijk, soms maak je wel wat negatieve dingen mee. Gewoon omdat je bijvoorbeeld, je maakt afspraken met iemand en die worden dan niet nagekomen. En dan heb je dan spijt van dat je die afspraak hebt gemaakt. Want dan, dat heeft dan soms ook als consequenties dat jij je afspraken dan weer niet na kan komen. Ja. Dus dat heeft dan weer maar uiteindelijk denk ik dat het allemaal onderdeel is van het leerproces waar we allemaal in zitten. En als dat ertoe leidt dus dat je daar gewoon een beter mens van wordt, nou dan denk ik dus dan hoef je er eigenlijk niet eens spijt van te hebben. Like a rock, the sun upon my skin, like a rock, on against the wind, like a rock, I see myself again, like a rock. En als je je leven een cijfer zou geven, wat voor cijfer zou die krijgen van je dan? Nou, ik geef mezelf wel een 8,5 hoor. Ja. Ja, ik ben op zich wel blij met wat ik doe en mensen die ik ken enzovoort. Ja. Ja. En ben je nu ons stadsgenoot? Ben je in Arnhem? Ja, ik ben ik woon hier in Arnhem. Ja, zeker. Ja, inmiddels alweer 4 jaar ook. Dus ik kan niet zeggen misschien dat ik echt een hart nieren Arnhemmer ben. Maar ik spreek zoveel mensen. Dus het is voor mij wel een heel snel leerproces. Dus, je ziet natuurlijk echt heel veel daar komen. Ja. Ja. En als je zo op je leven terugkijkt, hè, wat is dan het allermooiste wat je hebt meegemaakt in jouw leven? Het allermooiste vind ik toch wel. Hè, dat is wel heel persoonlijk, maar ik... Het is een persoonlijk, hè? Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik ben best wel gelovig. Ja. En ik denk wel dus dat de manier hoe dat ik dat God met mij werkt, zeg maar, dat ik daar wel heel dankbaar voor ben. Maar het is niet echt een moment in mijn leven geweest, maar het is wel ook een proces geweest waarin ik toch wel tot het besef ben gekomen van als ik goed voor andere mensen ben, dan komt het uiteindelijk ook weer terug. Zeg maar. En dat heeft dan niet met geld te maken of zo, dat dacht ik. He, dus dat als je gewoon succesvol bent, succesvol uitstraling hebt en dan heb je vrienden en zo. Nou ja, tot op zekere hoogte geldt dat ook. Maar goed, als er slechte momenten zijn, dan kom je ook de keerzijde tegen. En dan kan het best wel eens heel erg tegenvallen, die vriendschappen die je dan denkt te hebben. Dus dat heb ik, dat neem ik altijd wel mee. En ik denk zeker als je gewoon op persoonlijk vlak mensen gewoon vertrouwt. En het vertrouwen kan geven. En respect kan geven. Nou, dat is dat zijn een van de belangrijkste gaves die je aan andere mensen kan geven. Dus het vertrouwen. Ben je gelovig opgevoed of heb je zelf je geloof gevonden naarmate je leven? Nou, ik ben wel gelovig opgevoed. Dus mijn ouders hebben dat ook wel meegegeven. Dus daar ben ik ze ook wel heel dankbaar voor. Maar uiteindelijk is het wel zo dus dat je jezelf natuurlijk daar wel in moet ontwikkelen. Dus maar uiteindelijk, het is niet zo dus dat ik dat ook aan andere mensen zo wil overdragen. Want iedereen heeft zijn eigen groeiproces daarin. Maar stiekem misschien toch wel een beetje. Dus iedereen heeft toch wel een anker nodig. En voor de een is het dit en voor de ander is het dat. Wie goed doet, goed ontmoet. Hè? Ja. Wie zaaien en dan oogsten, dat is een beetje
toch klopt. Wel, iedereen zou dat dus een beetje meer moeten doen, toch? Absoluut, jij ja doet zeker. Het heel groot, maar ja. Al doe je het heel klein. Dan, ja. Nou, daarom denk ik ook, want we hebben dan, ik heb er nu toevallig, ik weet niet of het nu toevallig is, maar dat er toch best wel een aantal mensen vanuit detentie zich bij ons gemeld hebben. Ja. En die opnieuw weer een leven willen beginnen. En sommige mensen die hebben, ja, die hebben een hele tijd gewoon vastgezeten. En dat ontwikkelt ja, die mensen natuurlijk ook. En dan ben ik ook wel geïnteresseerd in hoe we die mensen gewoon weer netjes gewoon in de maatschappij kunnen brengen. En dat die ze gewoon weer hun eigen leven. Afgevlakt, ja, hè? Door klopt. Alleen maar daar te zitten. Ja. Gewoon het grote leven is soms eng. Ja, nee, dat klopt. Voor dat soort mensen. Ja. En dat vind ik een hele interessante doelgroep. Alhoewel dat ook wel ook heel veel tijd en energie met name ook vergt. Die mensen hebben er best wel heel veel begeleiding nodig. En zo zijn er ja, verschillende groepen mensen dus die toch vaak vergeten worden. Hè? Die, ja, goed, die soms hier in het park rondlopen en zo. En daar loop je dan voorbij. Maar ja, vandaar dat het een heel mooi initiatief is, dat bankje. Ja. Die mensen, ja, die mensen gewoon vanuit het leven plukt. En dan gewoon uiteindelijk dan toch... waardoor als je daar met die mensen gaat praten, dan toch een heel ander inzicht krijgt. Ja, ja. Dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. Ieder heeft een verhaal, hè? Ja, dus ja. Niet zo snel oordelen over de ander. Ja. Dat moet je niet doen. Nee, zeker. Nee, maar ja. Maar als jouw leven is dat het mooiste, maar je zal ook best wel hele nare dingen hebben meegemaakt. Wat ja. Is dan het verdrietigste in je leven? Wat heeft het meeste indruk op je achter? Nou, het overlijden van mijn vader, dat is sowieso. En ja, ook de manier waarop hij overleden is. Hij had kanker. En eigenlijk teerde hij helemaal weg tot een mannetje van net 35, 40 kilo. En dat is gewoon een hele nare... en het was een vechter. Dus hij heeft het heel lang volgehouden. Maar goed, als die man dan in je armen sterft... Ja, dat doet ook wel wat met je. Ja. Ja. Dus toevallig had ik er laatst nog over met iemand. Want die zit ook in een soort gelijke situatie. En mijn vader heeft mij altijd geleerd, want die heeft ook altijd voor zijn ouders gezorgd. En ook, maar op het moment suprem, dus op het moment dat zijn vader en zijn moeder overleden, was hij er toevallig niet. En dat heeft hem heel veel schuldgevoel gegeven. Ja. En toen zegt hij van nou ja, ik zit nu in deze situatie, zorg dat je erbij bent. Want anders dan kan je zelf later problemen mee krijgen, emotioneel. Nou ja, dat heb ik in mijn oren geknoopt, dus hij is dan ook... in mijn handen overleden. En goed. Het lijkt me wel in je armen overlijden, ja. Zeg je eigen vader. Dat is ja. Nogal wat. Ja, dat is best wel heftig. Ja. En wat als jij jezelf één wens zou mogen doen, één droom van jou komt uit en dat mag alles zijn. Wat zou dat voor je zijn? Eén wens, dus dat we... Dat het paradijs die ik in gedachten heb voor de toekomst... Dat snel mag plaatsvinden, dat er heel veel mensen daarbij aanwezig mogen zijn. Dat, en ik verwacht dat het niet al te lang zal duren. Er is zoveel ellende op de wereld en uiteindelijk moet het toch een keertje afgelopen zijn. Ik verwacht dat die maker die dat zo mooi gemaakt heeft, de natuur en de mens erop, dat hij het niet tot een climax laat lopen, dus dat alles ineens vernietigd wordt. En ik hoop, dus dat is mijn grootste wens, dat er zoveel mogelijk mensen daar tot inkeer komen van, nou goed, er is een God. Kijk eens naar je eigen leven, probeer er gewoon iets goed van te maken. Voor jezelf, maar ook voor een ander. Leven en laten leven. En dan zal je zijn goedkeuring wel wegdragen en dan uiteindelijk ook van het mooie paradijs kunnen genieten. En dat is mijn grootste wens. Ja. Dan hoop ik voor jou dat hij hier uitkomt. Ja. Okay, en dan wil ik jou namens heel veel mensen hier in Arnhem bedanken. En namens mezelf natuurlijk dat je mijn gast was. Ja, dankjewel. En dat het maar een heel mooi bedrijf mag worden voor mensen te helpen. Heel fijn. Dankjewel. Dankjewel. I'm just a face in the crowd. You probably don't know me as I don't stand.